Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Goedenavond, goedemorgen. Doorhalen wat niet van toepassing is voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 juli 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag morsewoorden en een SSTV-plaatje in PD90. Ik had al een foto aangekondigd voor SSTV aan enkele mensen, maar er is een verandering van de plannen. Ik heb een foto bij een van de onderwerpen in deze uitzending. En de al aangekondigde foto van een hotdog, ja echt, die schuift 1 of 2 dagen door. Ik heb deze maand de juni nieuwsbrief van de IARO Monitoring System, het IARO Monitoring System moet ik zeggen, nog niet behandeld. Er was daar niet zo heel veel nieuws, behalve 2 zaken die eruit springen. Een Iraanse radar, waarschijnlijk een over de horizon radar, dat dagelijks op en rond 2869 zit met 50 kHz bandbreedte. En verder een vervelende storing op 18080 in de toch al niet al te grote 17 meter band. Ja, en daarnaast is het grotendeels een herhaling van zetten die de vorige maanden ook al voorkwamen en opnieuw vermeld worden. PA3ANG schrijft op zijn weblog over zijn recente hernieuwde belevenissen op 23 centimeter. Ook Johan heeft de schitterende transfeurter voor die band van SG Labs in Bulgarije ontdekt, die bovendien erg goedkoop is. Vanuit Zwolle werkt Johan met een rondstraler diverse repeaters op behoorlijk grote afstanden, zeker zo hoge frequentie. Een artikel daarover staat dus op www.pa3ang.nl. Vergeet niet onderaan het artikel op More te klikken voor de spicy bits bij het verhaal. Ja, en voor wie een zendamateur al heel wat vindt, die moet eens met Copenhagen Suborbitals gaan praten. Deze club wil niet alleen een amateursatelliet in de ruimte brengen, maar ook een amateurastronaut. Op 23 juli lanceerde Copenhagen Suborbitals als test een raket, de Nexo, ik hoop dat je dat zo uitspreekt, aan boord een 1240 MHz digitale ATV-zender, een besturingsuplink op 432 MHz en een 144 APRS-baken. De Nexo is een 5,60 meter lange satelliet en het is de eerste volledig bestuurde private non-profit raket met vloeibare raketbrandstof. De lanceerplek afgelopen zaterdag was een platform in de Baltische Zee ten oosten van Denemarken. De geplande hoogte van de geslaagde proef was tussen de 6 en de 10 kilometer, waarna de satelliet met een parachute weer terugkeerde naar het zeeoppervlak. De komende jaren worden die systemen verder getest en wordt een grotere raket ontwikkeld, de Spica, die een ruimtecapsule met een astronaut in een baan om de aarde moet brengen. De vlucht van de Nexo was afgelopen zaterdag live via APRS te volgen. In het SSTV-plaatje van vandaag de Nexo op zijn lanceerplatform kort voor de lancering. Op de site copenhagensuborbitals.com, dus Copenhagen met een C, hè, Kopenhagen, en dan daaraan vast suborbitals.com, daar kun je meer over het project vinden. Op de website brandweernederland.nl verder nog een interessante kwestie. Een brandweerman wordt dus opgeroepen naar de kazerne te gaan vanwege een brand in een bejaardentehuis, een prioriteit 1 melding. Vervolgens krijgt hij onderweg naar de kazerne een boete van €220 in de vorm van een administratieve sanctie, omdat hij met te hoge snelheid inhaalde over een doorgetrokken streep. De brandweerman ontkent dat hij over de streep reed en voert verder aan dat er een levensbedreigende situatie was waar hij als redder naar onderweg was en beroept zich dus op overmacht. De rechtbank oordeelt anders, hij had zich aan de regels moeten houden en de boete wordt niet teruggedraaid. Ja, en er volgen er nu nog enkele minuten van het Engelstalige item van de dokter is in over het aanleggen van een aarde. But you have to be very careful with all this and make sure it all works and I think it's kind of a individual case basis exactly how this can be done, but it's not necessarily trivial. So no. Keep that in mind. And keep in mind also that those connections do pose a risk during a lightning strike, because you can have lightning currents running around trying to find their way to ground through any path that exists through your radio. So if your radio is nicely grounded and your computer isn't, and your cable modem is an entry point for lightning and it comes through the LAN into your computer and your computer is hooked to your transceiver, you have no reason to believe that lightning current is not going to find a way into your transceiver so that it can get to ground. And on the way from the from the computer port on your transceiver to the ground system, it could go through a lot of equipment that will, or a lot of circuitry that will not be doing very well at 20,000 amps or something. So it's a good thing to disconnect when you're not using it, is one thought. I have my station set up so things can be quickly disconnected from each other, and I do that in before the presence of lightning, or if I know I'm going to be away for a week or not going to be operating for a while for some reason, I disconnect everything and then don't have to worry about that. That's a good point, yeah. So even though you may want to try to get everything grounded for lightning protection, there are still some connections that are very difficult
to properly ground, and have to keep that in mind when you design your lightning protection scheme. I had an interesting thing happen to me just this week, and but it points up the issue of grounding. I had a new transceiver at home, frankly, a QST product review transceiver, which I cannot name the make and model, but I was wiring it up to my DC power system, and I happened to plug in the positive lead of the transceiver's DC power cord. And before I could attach the negative lead, the transceiver powered up. So in other words, it was getting its ground return by some other means, clearly. I did have the antenna connected, but it was quite an eye-opener. Well, that's very true, and the, you know, if you think about the risks of that, if it was returning via the antenna, you know, presumably, I mean, in my station, the coax shield goes to a lightning arrestor at my entrance panel, and that is bonded to my power system ground, and that gets to the neutral side of the power system. So that could easily complete the connection. The problem is you need to wonder about how that ground connection at the antenna terminal of your transceiver finds its way to the negative terminal in the radio. I was wondering, yes. And the reason that can be an issue is that there's some wires in there that go from the antenna terminal to the negative side, and if they are signal wires designed for carrying low-level signals, which hopefully they wouldn't. Well, no, actually, the RF normally wouldn't go through that path. So no. So it could be a fairly small trace on a PC board. Now, my computer was connected also through its USB connector. So there could have been a path that way. Either of those connections, if you would hit the key on the transceiver and try to draw 20 watts or 20 amps at 100 watts through those little traces on the PC board, you could have easily opened them up. I mean, they weren't designed to be fuses, but they would very much act like a fuse. As fuses, yes. Expensive fuses. Exactly right. Yes. And this actually leads into something that I think we're going to talk about in another time, so I won't mention it, but keep that thought in mind. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ga jij nog naar het tuincentrum komend weekend? Ja, ik wil daar het komend weekend nog naartoe. Zou je voor mij dan een zakje randaarden willen meenemen? Tuurlijk.
Tja, en voor wie een zendamateur al heel wat vindt, die moet eens met Copenhagen Subordinate...